De Opel Ampera. 100% elektrisch rijden. In december is die pas te koop, maar nu al kunnen geïnteresseerden kennis maken met deze auto bij het Motorhuis in Leiden. Motorhuis, doet iets heel bijzonders vandaag? Wij hebben inderdaad iets heel bijzonders vandaag. We hebben een preview voor belangrijke klanten van de volledig elektrische Opel Ampera. En we hebben met behulp van Opel Nederland, de importeur, deze fantastische caravaan bij ons op het bedrijf. En belangrijke gasten uitgenodigd om proef te rijden. Fantastisch happening, heel leuk allemaal. En? Ja, lekker, een hele lekkere auto. Hij rijdt soepel en snel, pittig. Dus een goed alternatief, denk ik. Vanaf het begin meteen vol trekkracht. Dat is ook het unieke van Elektra in dit geval. En het wegrijden natuurlijk, dat gebeurt helemaal geluidsloos. Dus dat is hartstikke leuk. Dat ruikt nieuw. Er zit een hoeveelheid accu's in die voldoende zijn om 80 tot 90 kilometer te rijden. De accucapaciteit kan worden bijgeladen via een generator. En de generator wordt aangedreven door een benzinemotor. Waardoor de capaciteit van 80 kilometer uitgebreid wordt naar ongeveer 500 kilometer. Maar het meest bijzondere is, omdat het een elektromotor is, hij is stil. Je hoort niets. Gaan we om meteen maar eventjes te wennen aan het hele gevoel dat koppeltesten. Wat meteen schijnt op te komen als ik vol gas geef. Komt-ie. Hij geeft gewoon meteen als een koppel. Dat geeft meer sportwagengevoel dan wat auto's uit deze klasse je normaal zouden geven. Het gaat eigenlijk best sportief dit. Voor ons als ondernemers erg interessant. 0% bijtelling en wegenbelastingvrij. En duurzaam voor wat betreft Elektra. En er zijn toch ook heel veel bedrijven die naast de 0% bijtelling ook wel heel geïnteresseerd zijn in duurzaam ondernemen. Al onze auto's die tegenwoordig aangeschaft worden hebben altijd een A-label. Nou, dit is natuurlijk A+, om maar zo te zeggen dan.